In de afgelopen jaren van coronacarantaines is het geweld tegen vrouwen schrikbarend toegenomen. Denk dan aan onder andere straatintimidatie, stalken, psychisch geweld, seksueel geweld en cybergeweld. Er is hier vandaag iets gaande. Kunt u een beetje vertellen wat er vandaag gaande is? Ja, vandaag starten we in Almelo de campagne Orange the World. Dat is een wereldwijde campagne die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen. Om aandacht te vragen en ook iets te doen aan geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland start de campagne vandaag op heel veel plekken. De start van de Nederlandse campagne in het algemeen, die is in Breda. En daar opent burgemeester De Pla de campagne voor heel Nederland. De Verenigde Naties hebben ook gekozen voor de kleur oranje als teken van de zonsopkomst in een wereld zonder geweld. Dus vandaar oranje. Wij proberen in Almelo op deze manier ook aandacht te vragen voor dit toch wel heel belangrijke thema. Uw club bestaat alleen uit vrouwen. Ja. Is dat specifiek? Ja, onze de Soroptimist Club is een onderdeel ook van een wereldwijde organisatie. In Nederland zijn er ongeveer 100 clubs. De hele Nederlandse Soroptimist Club, de Unie, is ontstaan 100 jaar geleden. Dat hebben we ook gevierd afgelopen jaar, het 100-jarig bestaan. En een Soroptimistclub is een club van vakvrouwen voor vrouwen. Wij proberen om met elkaar, elkaar te steunen. Maar vooral ook mensen die het allemaal wat minder hebben in deze wereld te steunen. En de naam Soroptimist die is afkomstig van soror, zus, en optimum, zusters die het beste in elkaar naar boven halen. Dat is de betekenis. En jullie werken niet alleen landelijk, jullie werken internationaal. Ja. Kunt u ja. daar iets meer over vertellen? Ja, elke club kiest een project, een internationaal project en meestal ook een lokaal project. Het internationale project wat wij voor deze jaren hebben gekozen, dat heet Niños de Guatemala. En dat is een project waarbij in Guatemala, in een gebied waar wat van een stad af ligt, dus een meer landelijk gebied, intussen twee scholen zijn gesticht, basisscholen. En de kinderen die daar naartoe gaan, die worden niet alleen opgeleid, maar ook krijgen ze eten op school. En de gezinnen waar die kinderen uit komen, worden ook betrokken bij de opvoeding en de opleiding van de kinderen. Als ik het goed begrijp, doen jullie heel veel zeg maar, om mensen echt op gang te helpen. Ja, dus ja. Het is niet alleen de hulp naar vrouwen toe, nee, maar nee. Het is ook de nazorg. Tuurlijk, de vrouwen hebben natuurlijk ook een omgeving en kinderen hebben ook een omgeving. En als je uitsluitend iets voor de vrouwen doet, dan help je ze ook niet echt. Want je moet natuurlijk eigenlijk de hele omgeving naar een hoger plan proberen te krijgen. Ja. Ja. We werken wel altijd vanuit Nederland, vanuit onze eigen club, met iemand die we kennen. Of die iemand van ons kent. Om te voorkomen dat er geld ergens zomaar verdwijnt. Dus we werken altijd met bekenden die dan weer ook contacten hebben daar. En daar ook regelmatig naartoe gaan. En op die manier zorgen we dat het geld daar komt waar het ook echt voor bedoeld is. Ja.